Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Mario Sunshine video. De vierde Sunshine video alweer, jongens. We gaan keihard. En er is hier iets gaande. Er is hier namelijk een of andere Bowser-schipje gekomen. Kijk. Wat is dit voor Bowser-schipje? Wat moet ik hier doen? Oh, kijk. Er gebeurt al wat. Yo, Mario. Met je mooie plantenspuitje op je rug. Ah, nee. Nee. Daar is de neppe Mario weer. En de neppe Mario... Wow, die heeft echt een flinke tong. Lijkt wel een likkie tang dit, jongen. Dude, waar ga je naartoe dan? Ik kom sowieso achter je aan, hè. Je kan nu wegvaren, maar ik kom sowieso achter je aan, vriend. Jij gaat naar dat eiland daar zo? Dan ga ik ook naar dat eiland daar zo. Geen probleem. Het is Pina Island. Daar moet de geheime hideout zijn van de vijand, zegt Flood. Ik ben het niet. Nee. Oké. Dat weet ik toch, Piet. Bowser is jouw baas. Ik ben de baas. Ja, oké, baas. Ga maar weer even hier lekker hier chillen dan. Doei, baas. Maar ik moet dus blijkbaar hierin. Dan moeten we onszelf waarschijnlijk keihard af laten schieten naar Pina Island. Nice, daar gaan we. De Mecha Bowser appears. Oftewel, de Mecha Bowser die is er. Oké, we moeten de pijltjes volgen. Dan hebben we daar de blauwe Mario. Kom eraan, vrienden. Ik kom eraan. Ik ga je pakken, jongen. Jij neppe Mario. Auw. Pak die neppe Mario. Ja, daar is die. Pak hem. Oh, hij doet hetzelfde trucje als ik trouwens. Hij gaat ook de hele tijd van die buikschuivers maken. Auw. Dude, ik dacht echt... Jongen... Kom eens hier. Oh, oké. Ik moest gewoon hier naartoe. Wat ga je in het water doen dan hier zo? Ben jij water, Mario? Jij kan gewoon op het water staan? Hey, jij komt gewoon uit de Bijbel of zo? Wat? Hoe kan jij op het water staan? Oh, jij controleert het water ook echt. Oké. Jij maakt er even een golfslagbad van. Jongen, doe eens rustig. Doe eens even rustig. Je splijt het water ook echt. Oké. Oh, wat komt eruit? Wat is dit voor een unit dan? Dit is Bowser's hoofd! Oh, kijk die ogen. Oké dan. Moeten we het hier tegenop gaan nemen? Tegen deze Mecha Bowser? Oké, ik weet niet wat hij in zijn keelgat heeft zitten, maar dat lijkt me niet comfortabel, jongens. Dat lijkt me niet heel chill. Anyways, hij is best wel boos, blauw Mario. Oh, daar komt vuur uit. Deze gast zegt, wow, amazing, wat een spektakel. Is dit een nieuwe show van ons? Ja, we zijn natuurlijk in een pretpark. Jullie zijn fantastisch. Degene die jullie ingehuurd hebben, die moeten een race krijgen. Die moeten loonsverhoging krijgen. Ik vind het super tof hoe jij speelt dat jij de held bent. En hij is, like, een slechte versie van jou. Maar jullie zien er allebei hetzelfde uit. Nou, als de directeur van dit park wil hij ons succes wensen. Hij heeft in ieder geval een vehicle vormen. Een auto of zo. Een vervoersmiddel. En we moeten hem even volgen. Oh, we gaan gewoon keihard in de achtbaan. En ik heb een rocket bij me. Hoe gaan we dit doen? We moeten de rockets waarschijnlijk op die Mecha Bowser knallen. Geen idee hoe we dat gaan doen. Ik heb ook last van Bullet Bills. Kijk daar, Bullet Bill. Kan ik die... Hoe gaan we dit doen? Raketten bovenop. Hoppakee. Op Mecha Bowser. Lekker. Dat is nummer 1. We hebben weer een raketje nu. Oh, kunnen we er nog eentje op hem gooien dan? Kom op. Gewoon gelijk nummer 2. Lekker. Hoppakee. Nummertje 2. Ik sta wel bijna in de fik nu. Oké, geef maar weer een raketje. Kom maar. Lekker. Kom maar. Geef maar. Top. Kan ik er nog eentje op hem schieten nu? Of moet ik deze even bewaren voor Bullet Bill? Hier, schiet hem op Bullet Bill. Nice. Oh, ik heb nu weer een raket per ongeluk weggeschoten. Ik zag niet dat ik die raket kreeg. Ja, daar is er nog één. Cool. Komt weer een Bullet Bill aan van de achterkant. Oh, en van de voorkant ook. Oké, top. Mijn controls. Oh, snap. Dat waren veel... Oh, wat gebeurt er allemaal? Die Bullet Bills zijn in ieder geval weg. Ik heb nog maar 3 levens. En deze Bullet Bills... Oh, ik kan ze ook gewoon met mijn plantenspuit slopen. Oh, joh. Hier, gooi deze dan even op die Mecha Bowser. Dan gaan we zo de Bullet Bills slopen met de plantenspuit. Geen probleem. Hebben we weer een rocket. Die moeten we weer op tijd op hem gooien, zodat we niet in het vuur komen. Lekker. Oké. Nog steeds maar 3 leventjes trouwens. Oh, nice. We hebben hem. Hij is kapot. Hey, daar is Peach. En de blauwe Mario is daar ook. Mario. Peach, kom. Spring eruit. Kom. Dan vang ik je wel op. Geen probleem. Oké. Ja, hij is het er niet mee eens. Blauwe Mario is het er niet mee eens, jongens. Hij doet het zat. Het is Bowser Jr. Het is geen blauwe Mario. Het is Bowser Jr. Wat doet hij hier dan? Ja. Hij denkt dat Peach zijn moeder is.
Peach denkt ook zelf, ben ik je moeder? Ja, ik denk dat jij het wel zou weten als jij zijn moeder zou zijn. Ik weet wel dat Peach is zo vaak gekidnapt, maar ik hoop wel dat Peach weet wat er met haar gebeurd is toen ze gekidnapt is. Anyways, Bowser Jr. komt Peach redden. Dit is de Magic Brush van Bowser Jr. En al zijn wensen worden waarheid met die brush. Een gekke oude man in een wit... Oh, maar Flirt kent die witte man. Of die man in die witte jas. Dit is wel echt heel cool. Ja, hij biecht het nu allemaal op. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij in de gevangenis kwamen. We mogen hem niet meer volgen van Bowser Jr. Maar zag je dat? Het logo op Flirt is hetzelfde logo als het kwastje van Bowser Jr. Dus Flirt en Bowser Jr. kennen allebei dezelfde man in de witte jas. En ja, ze gaan er nu weer vandoor. Ja, Peach, kom... Oh, waarom wordt Peach nou altijd gekidnapt? Tjonge, jonge. Daar gaan ze. Ze gaan naar Corona Mountain. Nou, hoe toepasselijk is dat in deze tijd? Ik zou dit niet willen zijn hoor, op Corona Berg. Dat lijkt me geen fijne plek om te chillen op dit moment. Ik blijf lekker thuis. En thuis kunnen we lekker die shines gaan verzamelen. Dus hoppakee, daar is shine nummertje 11. Die hebben we ook weer te pakken. Lekker. Maar laten we eerst hier nog wat meer shines gaan pakken in dit level. En dan gaan we denk ik in de volgende aflevering even naar Corona Mountain. Maar ik wil eigenlijk op elk level gewoon minimaal even drie shines pakken. Dus dit is Pina Park, de Beach Cannon Secret. Ze moeten de kanonnen op het strand zien te vinden. En die staat daar inderdaad. Daar moeten we naartoe. We moeten rechts afslaan. En het kanon begint nu al op mij te schieten, blijkbaar. Dwars door de bomen heen. Hallo kanonnetjes. Hallo, ik ben er. Hallo. Hé, hey, wat gaan we hier aan doen, jongens? Even kijken. Oh, er komen bommen uitgezet. Kan ik die bommen pakken of zo? Kan ik erop springen? Of moet ik die... Oh, wacht eens even. Doe eens even rustig aan. Ja, kijk. Oké, okay, nu kan ik... Oh, wow, oh, ze gaan ontploffen. Oké, okay, nu kan ik er eentje oppakken. En die wil ik tegen hem aangooien. Hoppakee, op je bakkeroni. Lekker. Moet je er nog eentje hebben? Hier, komt er nog eentje aan. Hoppakee, alstublieft, meneer. Geef mij nog maar eentje. Hoppakee. En nog één op zijn bakkes. Oude mol. Ja, ik weet nog steeds niet wie de mol is, jongens. Zou het Nicky zijn? Jeroen? Wie zou de mol zijn? Anyway, wij hebben de mol verslagen. En we gaan even hierin. Tenminste, dat is het plan. Ga er maar in. En even kijken waar we dan terechtkomen. Oh, nee. Oh nee, Bowser Jr. Jat Flood weer in zo'n leveltje. En dan mogen wij weer naar het einde gaan rennen. Oké, okay, hoe gaan we dit allemaal doen? We moeten in ieder geval... Oh, oh, de blokken verdwijnen. Oké, okay, dat is niet heel chill. Ik ga in ieder geval dit blok pakken. En dan hoop ik hier door te gaan en hier te mogen wachten. Ja, loop maar door. Dan gaan we zo. Gaan gewoon rechtdoor, denk ik. Oef. En jump. Yes! Oké, okay, moeten we nu hier naar boven? Ik denk het wel. Hop. En... Oh, zo niet eraf springen, Mario, vriend. Hierop. En dan een klein beetje naar... Ah! Kom op. Klein beetje naar rechts. Ja, en dan naar voren. Oh, ja. En dan hier omhoog. Oh, ik weet niet waarom die dat deed. Waarom deed dat, Mario? Wat zit hier trouwens in? Zit hier iets in wat ik kan gebruiken? Muntjes. Oh, een uppie. Ja, kijk, dit uppie kunnen we altijd wel gebruiken. Als we een paar keer doodgaan, dan kunnen we in ieder geval het level opnieuw spelen. Ja, zijn we er nu? Zijn we er nu? Soort van... Ja, we zijn er nu. Maar ik moet echt heel hard rennen, denk ik hier. Ik ga eerst even de camera recht zetten. En dan ga ik gewoon met B, ga ik keihard buik belly sliden gewoon. Hop, 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 hop. Oké, dat is deel 1. Gaan we nu eens even kijken hoe dit moet. Hier kunnen we ook een klein stukje belly sliden. Belly sliden! Ja, top. Ja, helaas. Oké, volgende poging, jongens. Up, up, up. En jump. Ja, top. En weer go, 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 go. Belly slide een paar keer. Jump. Ja, nice, 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 nice. En jumpy. Ja, kijk. Lekker. In twee pogingen. Oké, okay, ik vond dit vrij acceptabel. Dit ging wel oké. Okay. Daar zijn we niet ontevreden over, jongens. Dit ging vrij snel. En door naar de volgende shine. De rode muntjes van de piratenschepen. Oftewel, we mogen nu op zoek naar alle rode muntjes die hier ergens... Oh, daar zijn de twee piratenschepen. Oké. Okay. Rode muntjes. Let's go. Eens even kijken of we er een paar kunnen spotten. Ja, ik zag daar rechts zag ik er al een. Op dat platformpje daarvoor is ligt er één. Ik denk niet dat deze heel makkelijk gaat zijn. Want volgens mij is het best wel een lastig level. Om in op zoek te moeten gaan. Oh, hier is er één. Dan zijn we nu op een bootje.
Oh, en dan zijn we nu door het bootje heen gevallen. Ik weet niet hoe dat gebeurde, maar ik viel dwars door het bootje heen. Nou, ik heb er in ieder geval één. En ik zag dat hier aan de rechterkant ergens nog een muntje was. Nou hoop ik dat deze even wat zachter gaat, want dan kan ik er gewoon op blijven staan. Ja, kijk, top. Super. Kijk, hier is er namelijk één. Dan zou ik... Ja, die heb ik nu ook te pakken. Dat is nummer 2. Top. Ik weet niet of de andere boot ook nog een muntje heeft voor mij. Een rood muntje. Oh, ja, het zou handig zijn als ik er dan in zou vliegen. Hier is trouwens een blauw muntje. Go, 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 go. Ja, kijk, nu hebben we hem te pakken. Nice. Als je Mario Sunshine tof vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Hè, en laat het even weten in de reacties. Ik ben ook heel benieuwd naar wat jullie van Mario Sunshine vinden. Vinden jullie dit nou de tofste uit de 3? Of vinden jullie dit de minst leuke uit de 3? Welke game vinden jullie eigenlijk het leukst uit de 3D All-Stars collectie die je nu kan kopen voor de Nintendo Switch? Ik ben heel erg benieuwd. Is het Mario Galaxy? Is het Mario Sunshine? Of is het toch Mario 64? Eens even kijken of ik hier naar boven kan. Ja, top. Dan ga ik even hier naartoe. Kan ik hier in dit... Ah, ik wou in dat ding. Maar dat lukt niet. Volgens mij hier aan de onderkant hing er ook eentje. Een rood muntje. Dan moet ik gewoon even zo hier naartoe. Kan ik hier naartoe klimmen? Als het goed is... Ja, kijk, hier was ook een rood muntje. Ik heb nu nummer 3 weten te pakken. Hierboven is nummer 4 trouwens. Misschien kunnen we die ook wel gelijk pakken. Dat wordt wel een lastige. Dan moet ik hier boven langs. En dan moet ik langs al die enemies hier. Wat gebeurt er als ik op hun schiet? Ja, dan raken ze wel even in de war. Maar kan ik er niet langs lopen? Ja, kijk, ik kan er wel redelijk langs lopen. Auw. Auw, ik loop er gewoon tegenaan. Ik moet het muntje hebben. Oh, daarboven zit er ook nog één. Zeg maar boven bij die boten. Oh. Oké, we gaan even dat tweede piratenschip proberen. Hier naartoe en dan zo. Oh, oh. Spring dan op het tweede piratenschipje. Zie je daaronder ook nog één hangen trouwens. Oké, nu kan ik waarschijnlijk wel op dit schipje, toch? Ja. Waarom val ik er nou weer dwars doorheen? Waar slaat dit op? Deze game is echt vol glitches, jongens. Oké, kan ik niet hier naar boven of zo? Nee, dat red ik ook niet. Oké, we zijn weer hier nu. Ik kan dus hier doorheen, denk ik. Ja. Maar ik weet niet of ik dat wil. Want ik kan nooit daar aan de onderkant doorheen om dat rode muntje daar te pakken. Dat gaat me gewoon niet lukken. Of kan ik hun weghalen? Kan ik deze ground pounden dat ze eraf vallen? Juist. Aha. Kijk, ik moet jullie ground pounden. Oké dan. En dan kan ik hier ground pounden. Yes. En dan kan ik deze pakken. Hoppakee. Dit is nummer 5. Lekker, nog 3 te gaan. Ik zie er hier gewoon 2. Eentje hangt hieronder. En die andere die hangt daar dus links. Nou kan ik dit denk ik wel met zo'n salto. Ja, en dan juist. Top. Nummer 6 is ook in de pocket. Dan kunnen we hierin. Hier is een blauwe. Ah, en hierboven ligt nummer 8. Oké. Kan ik hier uit? Ja, ik kan hier aan deze kant uit. Moet ik alleen uitkijken dat ik niet door dat schip word gesmackt. Even goed timen. Kan er nu doorheen. Juist. Dan kan ik nu hier opklimmen. Hebben we nummer 7 te pakken. Dan moet ik alleen nog nummer 8. En die hangt hier dus rechtonder. Nou ja, rechtonder. Niet helemaal rechtonder. Kijken of we die kunnen pakken hoor. Als ik me nu laat vallen. Ja! Lekker! Nummer 8 hebben we ook te pakken. Best een lastig leveltje dit hoor jongens. En nu moeten we alleen nog even terug om die shine te vinden. Die is ook ergens bovenin. Ik weet niet precies waar. Maar dit gaat goed komen. Ik ben benieuwd. Hebben jullie dit level gespeeld? En hoeveel moeite hadden jullie met dit level? Want ik vind het niet het allermakkelijkste level hoor, om eerlijk te zijn. Ik maak zelf heel veel gebruik van de salto achterover. Om ergens te komen. Dus dan loop je gewoon eigenlijk zo rechtdoor. En dan doe je dit. Hoppakee. Dan stuur je tegenovergesteld en dan spring je. Dan maak je een salto. En dan kan je dus gelijk met je plantenspuit zo wat hoger in de lucht blijven hangen. Dat vind ik een ideale move. Terwijl ik weer een beetje ruzie heb met de camera ook. Oké, spring maar hier op, denk ik. Ja, ik hoor hem. Ik hoor de shine. Waar is die? Hij is daarboven, hè? Hé, waar is die? Moet ik in zo'n karretje stappen of zo? Kan ik überhaupt in zo'n karretje? Nee, hè? Misschien moet ik toch gewoon weer via deze kant hier naartoe. Zo, als ik dit red tenminste, ja. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij hierboven is. Ik loop gewoon door. Dwars er doorheen. Kost me 3 hartjes, maar dat maakt me niet uit. Ja, kijk, hij is gewoon hier. Hij is gewoon hier. Oké, chill. Hoppakee. Shine nummer 3 te pakken in dit pretpark in Mario Sunshine. Vond je dit nou een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat even een reactie achter, want dat vind ik altijd leuk. We hebben bijna 35.000 abonnees, jongens. Let's go. Dus vergeet niet te abonneren en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.